finale gehad van de BNB Vol Liefde. Ja, we moeten het even keurig afsluiten natuurlijk, beste mensen. Ja, die Thijs. Hoe vind je die? Die pas nu toe in Frankrijk. Wat een mafketel is dat zeg. Die heeft me daar toch een mentale vastloper opgelopen. Daar word je helemaal gek van. Sterker nog, daar schrikken ze er bij het Pieter Baan Centrum nog van. In het begin dachten we allemaal nog, oh leuk. Leuk toch, pas nu toe. Ja, hij was lollig. We vonden hem wel lollig. Nou, van... Je zou bijna kunnen zeggen, hij heeft het snel voor elkaar gekregen, van held tot hork. Schakelen wij snel door naar Griekenland. Naar Sitaki. We wisten het wel, die aardstaartjes. Nee, dat kon helemaal niet. En uiteindelijk ging hij zelf maar weg, aard. Maar mijn aardstaartjes, ja. En anders had Sitaki aardstaartjes zelf wel weggestuurd. Ja. En Popeye, ja, die zat daar wel. Maar die maakte er niet genoeg werk van. Nee. En als je dat niet doet, Popeye, dan kom je bij het feestbeest. Kom je op de reservebank te zitten. Dus ging Sitaki op zoek naar een nieuw vriendje en die heeft ze gevonden. Dus nu danst Sitaki verder haar leven met haar Zorba de Griek. Schakelen wij snel door naar Frankrijk, naar Anja, bijgenaamd Koffiefilter. Ja, die was overgebleven met kapitein Iglo, ja, met die Peter en dit was, nou, dat zag er toch allemaal wel heel veelbelovend uit. Ja, die hadden het gezellig samen, niks aan de hand. En dat gaat dan niet door. En dat gaat dan niet door, omdat, ja, Iglo, kapitein Iglo, die stelt te weinig vragen aan Koffiefilter. Daar gaat het dan over. Koffiefilter, die denkt gewoon dat het hele leven een quiz is of zo. Ik constant maar vragen moet stellen. Als jij vragen wil hebben en een quiz wil spelen, dan moet je een relatie beginnen, Koffiefilter, met een quizmaster, met Robert ten Brink of zo. Dan krijg je vragen. Ze begaat een enorme blunder, Koffiefilter. Want kapitein Iglo, ja, die wil alleen maar een beetje daar door de tuin schuiven, ja. Af en toe even een klusje doen. Ja, een beetje koffie drinken met haar. Af en toe een klein zoentje geven. En dat was het dan. En dan was Koffiefilter dolgelukkig geworden. En dat laat ze nu lopen. En vrouwen leggen soms de lat veel te hoog. Schakelen wij snel door naar Spanje. Met die lomp en die roze Joyce. Ja, wat een duo is dat zeg. Maar zag je dat hoofd van die, ja, dat was een hoogtepuntje, van die Poolse, van die Lewandowski. Ja, die was geweldig. Ja, weet je, die zangeres, ja. En die zat daar een beetje boos te wezen, chagrijnig. Maar er zat ook nog een heel licht, zag je de triomf in haar gezicht en in haar ogen. En dan keek ze gewoon even naar die Rolls Joyce en dan zag je haar. Ja, dan zag je gewoon dat zij haar liet weten. Ik heb het ook met je vriendje gedaan. Ja. Even wraak nemen. En wat een vertoning is dat, zeg. Die lomp en die Rolls Joyce. Ja, in de auto ook, toen hij er ging ophalen, weet je wel. Ik ben zo blij, ik ben zo blij. En in het zwembad. Vrienden. Ach. Wat een infantiel gedrag is dat, zeg. Ik bedoel, zij is geestelijk. Die Rolls Joyce, die is geestelijk niet verder gekomen dan groep 1 op school. En hij is ongeveer bij groep 3. Hebben ze hem weggestuurd, lomp. Ja, want ze vonden dat hij te kinderachtig deed. Het is toch verschrikkelijk. Die doen nog holke, bolke, rupe, zolke. Dat doen ze met elkaar. Zulke dingen. Nee, ik heb het al eerder gezegd. Die verdienen elkaar. Schakelen wij snel door
Naar Schotland natuurlijk. Naar Robert-Jan de Doedelzak. Doedelzak. Ja, wij wisten al in het begin, dat wordt niks met Elsje, Fiedereltje. Nee, die was net een beetje toch te bekakt, ook voor hem. Kun je nagaan. En hij bleef uiteindelijk, gelukkig bleef hij hangen. Ja, hij stuurde natuurlijk, kijk mij eens, die Esther, die stuurde die uiteindelijk gelukkig weg. En toen bleef hij toch hangen aan, ja, advocaatje leef je nog, die Suus. Ja. Advocaatje leef je nog, die heeft mijn advies opgevolgd. Ja, want die was me aan het twijfelen. En ik heb toen gezegd van, zoen hem even vol op zijn bek. Ja, en pap. Pak hem even goed bij zijn ballen. Dan heb je hem. En dat heeft ze uiteindelijk gedaan. Ja, zeker weten. Dat heeft ze uiteindelijk gedaan. En toen is alles toch weer gelukkig goed gekomen. Ook bij Doedelzak in Schotland. Nou vrienden, wij danken de B&B-makers van Vol Liefde voor een prachtig seizoen.